vragen. Een technisch beroep, hè? Is dat nou zo afwisselend in de praktijk? Nou, ik kan jullie vertellen, dat is zo. En ik weet dit dankzij Falco en Rick. Dit zijn Rick Kloeg en Falco Puijman. Rick is monteur M van mechanisch en Falco is monteur E&I. Dit is de afkorting van elektrisch en instrumentatie. Ze zijn momenteel bezig met onderhoud aan een van de drie papiermachines van Smurfit Kappa Roermond Papier. Hier maken we van oud papier nieuw papier. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Elke dag start met een ochtendoverleg om zodoende de laatste 24 uur door te nemen. De prestaties en de eventuele storingen van de papiermachine worden hierbij besproken. Er is een storing met een druktransmitter en er zijn problemen met een pomp. Perfecte klussen voor Falco en Rick. De operator geeft aan Falco aan waar precies de kapotte druktransmitter zich bevindt. En laat ook aan Rick zien welke pomp problemen heeft. De meeste onderdelen zijn voorradig in ons technisch magazijn. Zo ook de druktransmitter die Falco nodig heeft. De druktransmitter wordt eerst getest in de testkamer. Er vindt een kleine aanpassing plaats in de eigen werkplaats. En veiligheid voor alles. Dus voor het inbouwen van de druktransmitter wordt de stroom afgeschakeld door middel van deze werkschakelaarvergrendeling. In de schakelruimte gaat Falco de zekering trekken. Hij doet dit om te voorkomen dat er stroom op de apparatuur staat. De defecte druktransmitter wordt nu vervangen en ter plekke ingeregeld. De elektrische werkzaamheden zijn klaar. Ondertussen is Rick mechanische onderhoudswerkzaamheden aan het uitvoeren, zoals de lagermetingen. Rick is dus de lagermetingen aan het uitvoeren bij de papiermachine. Hij bekijkt daarna de resultaten van de metingen op de computer. Na een telefoontje van Falco kan Rick verder aan de slag met het verwisselen van de pomp. Hij haalt een nieuwe pomp uit het technisch magazijn. Aangezien Falco al de stroom van de installatie heeft afgehaald, kan Rick veilig de pomp verwisselen. En na deze werkzaamheden, zekering terugzetten, de werkschakelaar inschakelen en tenslotte bij de operator aangeven dat de installatie weer gebruikt kan worden. Andere monteurwerkzaamheden zie je hier op de achtergrond, zoals het repareren van onderdelen. En door de grootte van de onderdelen moet je bij onderhoud regelmatig gebruik maken van een haalkraan. En dit? Dit is het uitlijnen van een motor. Dit gebeurt met de laser. En Rick doet zijn controleronde. Allemaal super interessante en zeer afwisselende werkzaamheden voor een monteur E&I en een monteur M bij Smurfit Kappa Roermond Papier. Elke dag is hier een uitdaging. De diversiteit bij de machines is mijn grootste plezier.